We spraken Thomas Verheid net. Die gaat aangifte doen. Hoe dan? Ja, diefstal. Ja, nee, hij zei net ook al eerlijk tegen mij. Hoor. Die bal zou voor langs gaan. Ik heb net zelf de beelden teruggezien op tv. Dan lijkt het net alsof ik hem amper raak. Maar ik raakte hem wel echt. Ik veranderde hem gewoon van richting. En volgens mij kopt ik hem mooi in het zijnetje. En dan gaat het licht uit volgens mij. Ja, ik scoor niet zo vaak. Hè. Dan, ja, hij is gewoon ontlading. Weet je, de 3-1. In principe weet je dan dat je dat niet meer mag weggeven. Dus dat was een belangrijk doelpunt. Maar wat doe je? Ja, ik rende volgens mij bijna door het hele stadion. Slegers die stond hier net. Die zei, ja, ik probeerde hem vast te houden om met hem te knuffelen en met hem te vieren. Maar ik kon een beuk krijgen en hij liep door. Ja, ik was niet oud, hè. Volgens mij heb ik mijn snelste sprint van het seizoen getrokken. Nee, ja, weet je, wat je zegt, gewoon ontlading. En, ja, ik weet eigenlijk ook niet meer wat ik deed. Volgens mij... Sta je dan op die boarding te schreeuwen? Niks. Come on, ja. Je gaat op een boarding staan en dan zeg je come on. Nee, volgens mij zei ik niet eens wat. Gewoon juichen. Weet je, vond ik mooi. En ja, ontlading. Heb je dat dan ook in je hoofd zitten? Dat als ik hem een keer maak, dan ga ik die boarding op? Nee. Nee, dat is echt... Dat gebeurt gewoon. Dan heb ik gezegd, ik denk dat dat echt ontlading is. Dat je gewoon niet meer... Eigenlijk een soort van niet meer weet wat je doet. Thomas zei ook al van... ik stond te juichen, je riep je nog maar. Je hoorde niet en ik hoorde alleen... Zjoem. Dus ja, dat was mooi. Het is maar goed dat je dan niet zo vaak scoort. Nee, maar ja, dan wordt het gewoond, hè. Kijk, als Thomas scoort, dan is het een handje in de lucht en dan gaan we weer verder. Want die maakt er vorig jaar 37. En als ik er 2 maak, ja, dan mag ik wel even 2 keer gek doen, toch? Wat zat er in deze goal? Ja, ik denk gewoon... gewoon emotie, alles, ontlading. Ik denk vooral ontlading. Alleen van vandaag? Nee, gewoon ook waar we vandaan komen. En voor mij persoonlijk ook natuurlijk lang eruit geweest. Weer terug. Ik vind dat ik er wel gewoon weer prima in zit. En ja, ik zie dit gewoon als een beloning. En je bent nu koploper van de derde periode? Ja, dat ook nog. Dat schiet natuurlijk ook even door je hoofd heen. Weet je, we wisten gewoon, het zat al in ons hoofd als we vandaag winnen, dat we hele goede zaken doen. Gewoon voor de ranglijst, je wint van de koploper en je bent koploper van de periode. Je komt van de bodem, waar sta je dan nu? Volgens mij middenmoot ergens. Begrijp ik. Ja, maar ben je onderweg naar de top? Of, Ja, zeker. Ik denk 10 wedstrijden ongeslagen. Dus we zijn zeker uit het dal aan het kruipen. En we moeten deze lijn gewoon doortrekken. We moeten niet denken dat we nu al zijn. Zeker niet. Maar we moeten deze lijn doortrekken. Als we nog 3 wedstrijden winnen, weet je zeker dat je de periode hebt. En daar moeten we gewoon vol voor gaan. En de reden dat ik het vraag is dat ploegen nu anders op jullie gaan jagen. Jullie zijn nu de toekloppen ploeg. Ja, maar weet ik niet. Ik denk dat... Je wint 2 keer van de koploper. Je bent de koploper van de derde periode. Jullie hebben nu meer te verliezen dan te winnen. Ja, maar dat is alleen maar mooi dat zo naar ons wordt gekeken. Ik denk dat wij ook zo gezien willen worden in deze competitie. Moeten worden misschien ook wel. Ja, nee, zeker. Weet je, ADO hoort gewoon bij de bovenste teams in deze competitie. Dus we vinden het helemaal niet erg dat die druk of zo op ons wordt gelegd. Wij moeten gewoon zo doorgaan. Is de beer los? Ik hoop het wel, ja. Zo voelt het wel, wat ik zeg. Wedstrijden hiervoor een aantal kansen gekregen, niet erin gegaan. En ja, daar hik je dan wel in je hoofd een beetje tegenaan, omdat je normaal altijd belangrijk bent met goals en assisten. En nu eindelijk in deze topwedstrijd gelijk een goal en assist, dus dat is een lekker gevoel, ja. Is het dan te zwaar om te zeggen, dit had hij nodig? Dit had hij nodig. Kijk, ik weet niet hoeveelste wedstrijd dit was dat ik speelde, de 5e geloof ik, 4e of 5e. Ja, het is natuurlijk lekker als je van die 0 af bent. Ja, natuurlijk speelt dat een beetje in je hoofd. Je bent een speler die graag wil scoren, die belangrijk wil zijn. Dus ja, het is wel fijn, ja. Hoe uitzicht dat dan? Praat je er dan veel met medespelers over? Nee, eigenlijk helemaal niet. Het zit gewoon puur in jezelf. Je wil gewoon belangrijk zijn voor het team. En ja, nu is dat eindelijk gebeurd, ja. Even bij die eerste assist van jou, de 2e goal van ADO. Ik vind dat je keurig rustig blijft op het moment dat die jongen voor je uitglijdt. Ja, ik was in mijn dribbel. Ik wilde hem uitspelen, maar toen zag ik hem uitglijden. Ja, toen versnelde ik gewoon daarlangs inderdaad. Ja, en toen was het open huis. Toen zag ik Thomas loopactie maken en ik zag Sander helemaal vrij staan. Dus ik bediende Sander en die kon vrij binnen tikken. Wat een ongekende wilde waar jullie nu in zitten. Ja, klopt. Ja. Volgens mij 10 wedstrijden nu ongeslagen, dat ik net hoorde. Ja, we moeten gewoon op deze voet doorgaan. En we zijn goed bezig als team. Zie je dat we collectief gewoon een sterke ploeg zijn en moeilijk te verslaan. En je merkt wel in de loop van de wedstrijd dat we nog wel moeten leren om die wedstrijd sneller over de streep te trekken. Of sowieso ook voetballend aan de bal nog stappen moeten maken. Ja. Beginnen jullie langzaam een beetje een machine te worden? Ja, machine. Het is moeilijk te zeggen, maar wat ik zeg, we moeten nu van week naar week kijken. En als wij deze strijd iedere week op de mat kunnen leggen en daarnaast ook nog beter gaan voetballen, ja, dan kan het nog een mooi einde worden. Het is denk ik ook wel het moment dat er nu ploegen op jullie weer gaan jagen. Want je bent inmiddels koploper van de derde periode. Ze gaan ook anders naar jullie kijken. Ja, tuurlijk gaan ze anders naar hem kijken. Ja, ADO was sowieso al een grote ploeg. Maar nu dat je deze reeks neerzet, gaat iedereen weer... ADO was een
moet ik dat zeggen, ja, we staan niet bovenaan, maar ze gaan wel serieus rekening weer met ons houden, ja, inderdaad. Tot slot, ik ben de hele dag gestalkt door de nachtburgemeester van Helmond. Nachtburgemeester van Helmond? In de Mounir, hij zegt hij gaat vandaag echt scoren. Oh, Mounir, ja, dat is een vriend van mij, klopt, ja, die, dat is een vriend, klopt, ja. Ja, hij heeft gezegd dat ik ga scoren. Ik had hem niet daarover gesproken, maar dan heeft hij het goed gehad. Ja. Hij zegt, ja, hou hem in de gaten, hij gaat komen. Ja, hij gaat komen, ja, inderdaad. Ja. Het is mooi dat hij het heeft gezegd, het heeft geholpen. Die DM blijft maar volstromen, hij wil alleen maar credits nu. Ja, hij wil alleen maar credits, ja. Zo is hij wel, ja. Nee, goeie jongen.